maar meer een verzoekje. Okay. Emma die wil heel graag dat je nog een keer een helikopter nadoet. Ah, oh, dat gaat eigenlijk beter met een micro. Maar ik heb er hier na toevallig geen liggen. Ah. Dat was niet voorbereid, maar ik weet niet of dat... Je dacht aan een andere helikopter. Vroeger deed ik altijd helikopter in bad. Ik dacht, wat te als je wilt, kan ik dat ook doen. Maar ik denk misschien dat dat lukt. Je kunt hem best een beetje harder zetten. Dan klinkt dat een beetje meer deur. All right. Ik heb wel een excuus vanavond. Ik heb mijn mensen... Oh. Is het al begonnen? Is het begonnen? Wat voelt je? Beschrijf eens. Amai. Maar hebben ze dat aangesloten op uw machine of wat? Oh, nee. Dat is precies... Amai, ik kan niet meer klappen. Dat is precies de Butterfly Apps van vroeger, van op tv. Maar op een schaal van 0 tot 10, op hoeveel staat die nu? 1. Op 1. Wat zijn zo de meest voorkomende klachten van vrouwen tijdens heel veel pijnklachten hoor je, maar energieverlies, humeurschommelingen. Dat hoor je meestal van de mannen. Hoe is het met je humeur? Nee, van mij. En hoeveel procent van de vrouwen hebben er echt last van? Hey, Peter, ik zet uw banden plat, ik zweer. Amai, u bent heel hard omhoog aan het gaan, hè? We hebben weinig tijd. Dus... Ja, maar... In één keer was het veel, veel, veel meer, hoor, meneer. Ja, okay. Peter, hoeveel procent van de vrouwen hebben er echt heel veel last van? We hebben het onderzocht van 90.000 vrouwen. 84% loopt met zorgelijke menstruatieklachten rond, zonder dit zelf te beseffen. Ah, oké. Okay. Zo erg is het. Ah, Peter, stop een keer. Hebt u die man daarnet gezien? Dat is een paracommando, hè? Dat is mijn papa, hè? Dat is een vraag voor jou. Siska, heb jij veel last van menstruatiepijnen? Ja, maar ik zag er niet zo hard over. Bij u moeten komen? Ja, maar mannetjes, maar deze is echt aan mij. Nee, dat is heel ongezond. Bij u komen? Dan brandt mijn maag kapot. Wacht, ik heb geen geneeskunde gestudeerd. Nee, dat is duidelijk. Allee, Gertje, smijt u. Maar dat is echt heel heftig, of wat, Mathieutje? Wel, op de schaal van 1 tot pikant, redelijk pikant. Allee, kom, pak een halve beet. Je zit er niet eens zo enthousiast, hè? Don't be a calf, start weer de half. Hè? Allee, maar jij pakt een andere helft, hè? Jij pakt ook de andere helft. Wat is dat, jong? Wat is dat? Dat was eigenlijk voor daarna. Dat is voor daarna voor de spoelen. Dat is vodka. Dat is vodka. Jongens, toch. Dat is eigenlijk voor daarna. Moet jij bij water? Dat is echt... Ja, maar wacht, hoe kan dat? Dat is mijn glas water. Je kan er niet meer aan ooit zijn. Dat is uw glas, Eet nu gewoon een stukje pikant en daarna moet je vodka drinken zodat het weg is. Is dat zo? Ja. Ja. Kom maar, 1, 2, 3, verloos! Ah! Ça va? Ça va? Nee, ça va niet, hè, ja. Wat is dat nou? Vodka. Ik weet het niet meer. Denk vodka, gewoon vodka drinken. Ik zal hier schoon worden dat ik hier onder vodka ga. Maar dus, jullie maken jullie handen nat, hè, want dat houdt de warmte wat tegen. En dan mag iedereen zo een goede schip... Dat is ongeveer goed voor 1 persoon, dus ik zou zeggen... Ja, pak het maar al. Voorzichtig! Oké? Zoveel, jongen. Ja, zoveel. Ja. Ja, Julia, pak maar. Julia, sorry. Ja, het is... Julia. Julia. Pak goed, hè, James. Ja. Zeg, maar zijn die belletjes, die zeebelletjes, zijn nu gevuld met gas, hè? Die zijn gevuld met aardgas, ja. Dus, zo. Oké. Jij niet van mij? Ja? En dus wat we gaan doen... Op het moment dat het in brand vliegt, gaan we doorgeven. Maar dat betekent dat je zo heel snel... Ja, en dan... Ja, oké. Dus dat betekent, Marten, dat jij de grootste hoeveelheid zal krijgen. Ja. Ah. Marten, moeten nu je polsen vastgehouden worden? Ja, alright. Ik weet niet wat ik kan doen. Professioneel pols vasthouden. Misschien kan het publiek mee aftellen. En een muziekje. Muziekje erna, oké. Oh my god! 3, 2, 1. Geef wat op! Ja, ze leven nog! Nee, je
Dat viel mee, hè? Ja. En dat is dus niet saai, dat is wetenschap aan de lijve. Allemaal naar Nerdland Festival en dan had je meer van dit. Zo blij alle drie. Ja! Ja, het was de moeite, het was echt mooi. Oh, ik vond het ik durfde het echt niet doen. En wel, maar we zullen eens kijken naar de reacties. We kunnen nog eens zien. Kijk, voilà. Aha. Aha. Aan ons. Kijk. Fantastisch, goed gedaan. Kijk, dank je wel. Julia, dat was... Dat was een fantastische vuurdoop voor jou, wel, schat. Ja, ja. Fantastisch. Ketje. Je bent en je blijft. En dat is echt zo. Mijn allerbeste vriend, dank u wel voor alles. Zullen we samen nog één keer de mensen vervelen met een liedje? Dat is een fantastisch goed idee. Jawel, dat doen we. Oké, goed. De beste vriend die ik ooit had, die 5 jaar aan mijn zijde zat. En elke dag was een festijn, als ik gewoon bij jou kon zijn. We hebben zoveel lol gehad. We gaan nu elk ons eigen pad. En afscheid nemen is niet fijn. Maar dit besef verzacht de pijn. Kom aan! Geur en maneschijn, als ik gewoon bij jou kon zijn. Die tijd met jou was een groot feest, maar nu is het genoeg geweest. We gaan nu minder samen zijn, maar dit besef verzacht de pijn. Meteen is het... Oh, never touch my friends. Als jij me maar belooft dat jij er ook altijd zult zijn voor mij. James, ik wil je oprecht uit het diepste van mijn hart heel erg hoikwaar emotioneel. Ja, ik zie het. Ja. Bedanken, ik had dit avontuur echt en dan meen ik uit de grond van mijn hart met niemand anders willen. Maar kom hier, Ben, dat kun je niet. Jongens, waarom moet ik dat doen? Dat is niks voor mij. Ik ken er allemaal niks van. Die YouTube en al die misère. Allee, wat moet ik zeggen? En liken en al, dat is ook... Ja. Hoho, leuke video. Je kunt zich natuurlijk abonneren en je kunt ook de video liken. Hè, dat is met dat ding hier beneden of zo. En voor de rest kunt u alle video's ook bekijken op goplay.be. Voilà, wat is dat?